ik hoop dat de grote opkomst die vanavond verwacht wordt, zorgt dat iedereen met een heel warm gevoel deze Live I Live gaat meemaken. Dus zorg dat u al die podia heel Holland en snel gaat bezoeken, dat wordt echt te gek. Het is 26 april en dat betekent natuurlijk Koningsnacht in de Haagse binnenstad. En wij zijn erbij om dat te gaan beleven. Dit jaar zijn er 50 acts, misschien ook wel vanwege dat prins Willem-Alexander ook 50 jaar wordt. En ja, we gaan gewoon genieten jongens. We gaan beleven. We gaan ook nog even kijken op de kermis, hoe gezellig het daar is. En ja, kortom, genoeg bandjes zoals achter me zijn ze al lekker bezig. Net als de openingsborrel. En we gaan genieten. Ik zou zeggen, kijk en geniet. Nou, dat was de kermis. Weer een klein vierkantje. Normaal staan we natuurlijk op de lange voorhout. Maar omdat we daar nog bezig zijn met werkzaamheden, met de parkeergarage, staat nu alles hier op het Malieveld bij elkaar gepropt. En de kinderen genieten. En dat is natuurlijk het belangrijkste. Maar we zijn niet voor de kermis gekomen. We zijn natuurlijk voor het festival gekomen. Live I Live. Dus laten we snel terug gaan naar de stad om daar weer verder te gaan genieten. Koningsnacht 2017, oftewel Live I Live Festival. En ik heb genoten. De mensen om me heen hebben ook genoten. Ik hoop jullie ook. Like en deel deze aflevering. Tag mensen erin die voorbij hebben zien komen. En tot volgend jaar. Tot een nieuw Live I Live Festival.